vandaag een nieuwe voorspellen met in het zonovergoten PEC Stadion. Samen met Wout en Marinus. Die krijgt de rode stift vandaag. En Rick Dekker, die krijgt de zwarte stift. Een aantal lastige wedstrijden. En PEC PSV. Jongens, nog gefeliciteerd met het behalen van de bekerfinale. En succes met invullen. Hier alle voorspellingen van Wouter en Rick nog een keer op een rijtje. Beide spelers denken dat PEC in Eindhoven gaat winnen van PSV. Nou, we hebben thuis ook laten zien dat we het kunnen en we zijn in de goede vorm, denk ik. We hebben vertrouwen en we zijn natuurlijk vermoeid, maar misschien denkt PSV er juist wel makkelijk over. 120 minuutjes in de benen en Zwolle, ja, nou ja. PSV kan kampioen worden, hè? Ja, maar dan kunnen ze nog niet vrijdag, dus... Je denkt ook dat Feyenoord gaat winnen, je oude ploeg, Rick? Twee uit, dat is een makkie, hè? Is dat een makkie, ja? Wij hebben daar ook 1-0 gewonnen en ja, dat is wel te doen. Het bekerfinale is ook in de Kuip. Maakt dat het extra bijzonder? Nou, extra bijzonder? Ja, tuurlijk. Het is in de Kuip waar ik vandaan kom natuurlijk. Maar ja, nu voor Zwolle en gewoon met Zwolle de beker winnen.